Wat er gebeurde in de vorige map van een kijker. Vreemde man, laat mij even koelen. Wat bedoel... Is dit een vriegel? Nee, Robin! Oh. Ik neem je wel mee. Maak je geen zorgen, Robin. Oh, we hebben een tijd, Robin. Robin, we gaan de diamonds van de koning stelen. Het vaste idee. We kunnen naar die duistere man daar bij het water. Ik wil naar Plop. Ik wil Plop en Prot. Ik wil Plop en Prot bezoeken. Dan gaan we naar Plop en Prot. Nu gaan we erachter komen. Is dit voordat Plop naar de gevangenis gaat? Want hij is hier nog Ik weet het niet. Misschien gaat hij hierdoor wel naar de gevangenis. Misschien is dit wel het verleden van Plop. Komt ie. Echt een hobbithuis. Hallo, dit is de vader, dit is Prot. Zullen we Prot vragen? Hallo, kunnen we ergens mee helpen, Prot? Oh, dit kon niet beter uitkomen. Mijn kleine broer, Plop. Hij zit daar aan het bureau. Ik had een mooie pop gekocht voor kerst. Maar gisteren is een of andere man ingebroken om die te stelen. Iemand is ingebroken om een pop te stelen? Ja, ik vond het ook vreemd, maar ik heb hem zelf gezien. Hoe zag hij eruit? Prot. Jessica vermoedt dat het dezelfde gast was die kwaas heeft. Die kaas heeft vermoord. Maar dat ben ik... Geen zorgen, meneer. We zullen die pop terugvinden. Geef de pop terug aan Plop. Maar weet je, het ding is, Robin, ik heb kaas blijkbaar vermoord. Mm. Maar ik heb helemaal geen pop. Mm. Ik heb helemaal geen pop. Dus ik weet niet wat er aan de hand is hier, maar... Wat? Een boekje. Wat staat er in het boekje? Abonneer op. Oh, ik schrok even dat het heel veel landen ziet zijn. Oké, laten we eerst even het huis onderzoeken, want ze vinden mij verdacht. Laten we Jessica, met Jessica praten. Sweet dreams are made of these. Hmm. Jessica, bent u thuis? Hallo, Jessica. Vraag maar of zij het iets weet. Hallo, wat een gezellig huis hier. Kunnen we jou misschien ergens mee helpen, Jessica? Oh. Mij helpen? Wel, er is iets, maar dan moeten jullie beloven dat je niet gaat schreeuwen. Klinkt interessant. Ga ervoor. Mijn lief kaas is een paar jaar geleden vermoord. Ja, dat komt bij mij. Die heb ik blijkbaar vermoord in de vorige video. En vindt het helemaal niet eerlijk. Dus ga hem uit de dood oproepen. Oh, juist. En hoe kunnen we daarbij helpen? Ik heb een stuk van zijn lichaam nodig om hem terug tot leven te brengen. Dus jullie moeten zijn schedel gaan opgraven in het kerk of aan het einde van het dorp. Is dat oké? Max? Is goed. Oké. Leuk. Leuk. Vind kaas schedel. Oké, dus we moeten en het popje vinden van... Hoe heet die? Van Prot? Nee, Plop. Plop zijn popje. Die heeft hij van Prot gekregen. Maar Jessica zegt dat ik het gedaan heb. Maar ik heb... Ja, dat was een jaar geleden zo. Nee. Wacht, als ik snap het dan niet meer. Ja, maar ik was de moordenaar van kaas, weet je nog? Ja. Dus als zeg maar ik dan ook de pop gestolen heb, gaan we als eerst in ons huis kijken of daar de pop ligt. Als die daar ligt, word ik echt boos, want ik heb niet de pop gestolen. En ik heb ook niet kaas vermoord. Ja, echt wel. Nee. Ik heb dat niet gedaan. We hebben echt het mooiste huis. Zeg maar niet dat hier het popje van Plop ligt. Dan ga ik echt huilen als ik die echt blijkbaar gestolen heb. Maar vorige keer hadden zij in de gevangenis... lag er natuurlijk een zo'n klein mannetje, die kleine Steve. Dus zij... Zo duiden zij... Ja, dat is natuurlijk die pop die wij... Dit is het verleden. Maar hoe kan kaas... Dan is het die pop zeker op het strand. Weet ik niet. Eerlijk gezegd. Ook niet. Met dat zaalgezichtje. Ach, abonneer op Rickforce. Ik word er toch scheidmoe van. Maar wacht. We moeten nog steeds de pop van Plop vinden. Alleen... Ja, maar ik denk dat dat... Want kaas is vermoord. Dus was de moord van kaas nog eerder dan dat uiteindelijk de gevangenisding is. Wow, we krijgen een hele storyline. Hebben we hier gewoon, Robin. Het begint allemaal logisch te zijn. Dat de logische volgorde die het is. Het was eerst de treinmoord, dan dit dorp. En daarna pas de ontsnapping uit de... Ik vind het allemaal wel heftig worden. Er gebeurt zoveel. Laten we kaas opgraven. Oh, hier! Het is gewoon naast het huis. Waarom zeggen ze niet gewoon naast het huis? Oh, dit is het. Ja, denk het wel. Dit zijn de stenen. Zullen we ze allemaal opgraven? Ja, natuurlijk. Ah, wie ligt hier? Alleen maar botten. Hier wie ligt hier? Alleen maar botten. Alleen maar botten. Hier liggen ook alleen maar botten. Hier ook. Hier ook. Hier eentje. Hier ook. Oh, ik heb kaas schedel. Tuurlijk, de laatste. Oké, Robin, wat moesten we met kaasschedel doen? Moesten we naar haar brengen, toch? Ik denk het wel. Oké, laten we kijken. Ik geef hem aan je 3, 2, 1. Hier heb je het schedel van kaas. Oh, bedankt. Nu moet ik die vieze Arthur vinden. Een leven voor een leven, weet je? Hoezo? Arthur, wat heeft Arthur nou weer gedaan? Hij heeft kaas vermoord, dus ik vind het maar eerlijk. Heeft hij kaas vermoord? Ik dacht dat ik het kaas had vermoord. Ik zie jullie wel in het volgende universum. Dag. Ze is veel te vrolijk. Maar. Als zij daar ligt dat popje bij Arthur. Arthur kaas heeft vermoord, dan gaan wij naar Arthur. Naar Arthur. Juist. Naar Artis. Naar Arthur. Ik dacht dat ik kaas had vermoord. Wacht even, Robin. Misschien zit Arthur wel in het ijs vast. Laat ik even op de knop klikken bij het ijs en kijken wie dit is, oké? Ja, is goed.
Oh nee, hij is bevroren. Max, we moeten het ijs smelten of zo. Oh, met wat dan? Ja, een kampvuur en ik weet precies waar die ligt. Die hadden we natuurlijk gevonden in het huis van Plop en Prot. Plop en Prot. Ja. Hoe hadden we die moeten zoeken, trouwens? Nou, daar hebben we echt heel veel geluk dat we die al hadden gevonden. Ik heb hem. Oké, laten we gelijk... Ik weet niet precies, het Arthur er wel in. Maar we moeten trouwens snel zijn met Arthur, want Jessica gaat hem vermoorden. Dus voordat Jessica er is te zijn. En nu? Oh mijn god. Oh, het gaat weg, het smelt. Wat goed gemaakt weer. Cool. Dit is echt weer goed gemaakt. Kom op. Smelt. Smelt, we moeten hier redden. Hallo, hij heeft een bevroren hoofd. Wow, dat smolt snel. Oké, dit was weer een goede daad. Dit was weer een goede daad. Maar waar is Arthur? Arthur de Parter. Zou dit... Klik eens op. Is dit het popje? Hé, hey, alles oké. Je ziet er nog wel droevig uit. Het zit er weer in. Ik heb een salade vallen. Stay. Het is oké. We halen wel een nieuwe. Gadverdamme. Ik haat kinderen. Ik wou net zeggen. Je zou... Oké, nou, we moeten dus een pop zoeken en een ijsje. Dat, pop en een ijsje. Nou, ijsje, dat vinden we denk ik gewoon... ja, misschien in waar? De iglo, weet je? Dat is de vishoek. Ja, maar daar kan je toch sowieso een ijsje halen, denk ik. Gewoon in de ijsbaim. Ik ga wel de iglo in om even te kijken of ik daar een ijsje kan halen. Ja, dat is goed. Doe maar. Dat is de vishoek, inderdaad. Maar misschien dat het toch een ijsje te vinden is. Even kijken hoor, wat kan ik hier allemaal vinden? Seagrass, visengeltjes, niks. De pop! Ik heb de pop gevonden! Waarom is de pop nou weer daar? Het popje was hier! Maar ik heb het popje in ieder geval... Wat? Ik wil misschien, kom er mee. kom naar pop. Het is zo slecht. Nou, Plop, we hebben je pop. Zullen we maar Plop geven? Oh, hij moet wel echt naar Plop gegeven worden, denk ik. Ja, dat hier, denk plopje. Ik ook. Kom maar. Je popje voor Plopje. Zo, alsjeblieft. Prot. We hebben jou je popje teruggegeven. Nu wil ik één goede datum voor terug. Oh. Kijk eens, je kerstcadeau. Oh, de kerstman heeft, ons speciaal laten leveren. Oh, dat zei jij. Woe, echt, ik ben zo blij. Missie voltooid. Elfje Robin. Huh? Inderdaad, Robin. Meneer de kerstman. Kijk, ik ben weer de kerstman. Jij bent weer het elfje. Ja, natuurlijk. Weer jouw slaaf. Ik ga elke dag met je spelen, Pop. Pop en Plop voor altijd. Pop en Plop voor altijd. Pst, kom eens hier. Wat is er nog iets? Is er nog iets? Wat wil je? Zeg maar, wie moeten we doodmaken? Oh. Nee, ik wou jullie gewoon echt bedanken. Oh, sorry. Ik dacht dat die pop voor altijd kwijt zou zijn. Ah, Plop is zo blij. Graag gedaan. En een fijne kerstmis. Kom, Max. We gaan verder. Veel plezier, Plop. Dag, Plop. Pop en Plop voor altijd. Okay, weer een goede daad. Hoeveel hebben we nog? Ik heb geen idee. Niet te zien. Niet te weten. Ik weet het niet. Plop, ik ga je popje stelen. Oh. Hey, jij daar. Weet je, anders abonneer en like jij maar even. We gaan voor die 4500 likes. Maar laat ook even in de reactie weten wat jij nou een keer voor kerstcadeau wil hebben. Oké, ik heb hier niks te zoeken. Dag! Hoehoe. Robin, misschien zit hier wel de pop of het ijsje in. Wat is dit hieronder? Nee, ik heb hier al een beetje gekeken. Ja, die heb ik in het kasteel ook al gezien. Maar hier zit alleen vissen of een iron in. Nee. Waar gaan we dan een ijsje halen? Ik heb ook, wat ik gezien heb in de verte, was een ijsbeer. Daar kunnen we ook misschien een ijsbeer? Een ijsbeer, ja. Maar laten we eerst even met deze duistere manier hier praten. Doe maar. Hey, kunnen jullie me even helpen? Is goed, wat is er, meneer? Zeg het maar. Fantastisch. Ik zal het kort houden. Nou, dat is niet zo kort. Ik moest vandaag een nieuwe mijn beginnen, maar mijn pickaxe is gestolen door een of andere vent. Blijkbaar heeft hij van alles gestolen. Dus we moeten je gewoon een pickaxe geven. Nou, ja, klopt. Veel geluk en alvast bedankt. Nou, die kunnen we hier maken. Want ik heb die kunnen we hier maken, inderdaad. Ijzer gezien. Doe jij dat? Ik kijk wat ik hierboven kan vinden. Ja. Ah, dat dacht ik al. Niks helemaal zeker. Niks. Maar er is blijkbaar iemand die dus allemaal dingen heeft gestolen. Dat is natuurlijk die duistere leider. Die heeft allemaal dingen gestolen, weet je nog? Dat was het hele verhaal. De gedoe van het verhaal. Wij moeten naar de duistere man toe. Omdat die man heeft veel te veel gestolen de hele tijd. Nou, dit was het ook gewoon. De duistere leider die heeft van alles gestolen. En die moeten we verslaan. Maar om daar naartoe te komen, moesten we goede daden doen. Dus ik snap hem, Robin. Ik snap hem helemaal. Ik snap hem ook. Dus dat is ook degene die misschien Plop zijn dingetje heeft gestolen. Zou Arthur de duistere man zijn? Dat we daarom Arthur ook niet kunnen vinden. Hij was wel bij de bruiloft, maar... Aha. Ja. Ik verdenk Arthur. Om zichzelf in te dekken. Ik verdenk Arthur. Kijk, dit hier heb ik gezien. Wat is dit nou weer? Een ijsbeer. Nee, een ijsbeer! Een ijsbeer! Die ziet er nogal uitgehongerd uit, Max. Ik denk dat we best een goed grote zalm voor hem gaan zoeken. Voordat hij ons opschreeuwt. Oh, snel, laat vissershutje. Oké, dan moeten we. Ja, dat is weer helemaal terug. Oh mijn god, inderdaad. Maar nu moeten we hem zelf vangen. Dat is op zich wel leuk. Woehoehoe. Lekker vissen.
Lekker vieze. Dom, 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 dom. Ze willen niet echt happen. Ik merk het. Er komt er een. Komt-ie. Hoppa! Is de zalm? Nee. Oh, ik ga ook wel vissen. Kijken wie als eerste zalm kan vangen. Oh. Ik heb hem! Ja. Zalm! Lekker, let's go! Laten we snel de zalm aan de grote beer voeren. Voordat de grote beer boos wordt op ons en ons opeet. Ik heb vertrouwen dat wij een ijsje terugkrijgen van de ijsbeer. Hupsa! Hupsa, zalm. Kijk, daar is me smokkeld. Hij gaat tevreden zitten. Maar nou, graag gedaan. Er is ook een ender eye. Eye of ender, zie je? Laten we die dan... Onthouden. Moeten we die meenemen, denk je? Nou, laat me nog even liggen. Gewoon nog even voor de zekerheid. Oké, nu hoeven we alleen nog maar het ijsje. Ja, oh. Ik denk het wel. Ik denk dat het al niet klaar is. Is. Ja, of niet, maar... Ik ga wel even in het huis van Jessica kijken of ik daar een ijsje kan vinden. Misschien in de koelkast of zo, weet je. Oh! Er zat in de ijskast van de oude man zat een ijsje. Weet je nog? Natuurlijk! Ja, daar zat het ijsje. Ja, wat zijn we weer slim. Daar zat jij nog natuurlijk in vast. In die, ja. In die toren van hem. Daar zat een ijsje in de koelkast. Ga jij maar even met hem praten. Zo terug. Hallo, oude man. Wilt hij nog een worstenbroodje? Nou, ik ga niet eens meer aan hem vragen. Waarom ben ik eigenlijk boven? Hij sluit mij op. Ja, daarom ijsje. Ben je nou, boven. Hier is het ijsje. Ik heb hem. Hij kijkt zo verdrietig. Hij wil zo graag zijn ijsje. Oh. Is dit de laatste? Ik weet niet of dit de laatste is. Ik weet het ook niet. Misschien is dit wel gewoon de laatste. En dan kunnen we daar dan gewoon vredig het duistere gebied eindelijk in. Oh ja, leuk. En dan gaan we Arthur vinden. Ik weet het zeker. Kijk eens, jongeman. Ja, ijsje. Dank u. Het begint alweer te regenen. Oh, graag gedaan. Je hebt, alle goede daden gedaan. Oh jee, laten we snel naar de poort gaan. Ga naar de poort. Oh, Robin, we hebben het gedaan. Alle goede daden. Het is wat zijn wij goed. We hebben al die karma punten weer. Hij lijkt een beetje Fred. Inderdaad. Oké, gaan we op de knop klikken? Oh, we gaan op de knop. Wow, hij is bij. Wow, de poort gaat open, Robin. Wow, wat gebeurt er? Oh, ik vind het eng. Oh mijn god, kijk wat ondersteboven varken hangen. Zeg maar niet dat het Robin is. Robin, nee, jij bent het. Oh, natuurlijk. Oh. Gast, wacht even. Kijk, als we in de buurt komen van die hooibalen, dan gaan ze aan. Nee. Hé, cool. Kijk, hier staat Vanessa. Staat hier. Wat doet Vanessa? Hallo Vanessa, met een map. Kijk, wacht nog met klikken. We gaan eerst even kijken. Ja, ik doe het niet. Gast, ik vind dit... Oh, die bliksem. Dit is zo cool. Als ze in de buurt komen van dit, gaan ze ook echt aan. Wat vet. Damn, wat duister allemaal dit. Oké, Robin. Daar gaan we. Daar gaan ik ben benieuwd wie gaat de kwartaardige leider zijn. Ik weet het niet. Deze kant. Een vleermuis gaat altijd links. Waarom zit hier een deur? Daar ben ik toch wel heel even benieuwd naar. Wel deze kant. Nou, ik denk dat je hier gewoon omhoog moet hoor. Ja? Nee, maar die andere kant konden we ook omhoog, maar dan konden we ook doorlopen. Ja, maar ik denk dat dit het is. Ik heb hier wel een gevoel over. Hmm, en wat een avontuur dat we beleven. We begonnen bij Gerard de Piratenkoning. En inmiddels een deur? Nog een deur? Nog een deur? Nee, het is een doolhof. Dit is een slaapkamer. Of niet? Of zijn dit gewoon kamers? Oh mijn god, wat zijn nog een deur? Nee, ik denk dat we verkeerd zitten. We moeten eerst naar de koning toe. Dit is voor later, denk ik. Ik ben nou zo benieuwd wie gaat de kwartaardige meneer zijn. Wie is nou degene voor wie we dit allemaal moesten doen? Kijk, hier kunnen we heen. Wat is dit? Die zit te cellen. Tortellini en Benus Maximus. Gestraft omdat ze de map niet hebben getest. Ah, jongens, hadden jullie de map maar moeten testen, hè? Jullie noobs. Wie is dit? Oh nee, wat zielig. Hij is aan het huilen. Oh, kijk nou hoe zielig die is. Ik vind het wel grappig. Dat vind ik zielig. Jeumel, gaan wij maar heen. Wat is dit allemaal, hé? Ik snap er weinig van. Misschien moeten we wel eerst naar Vanessa of zo. Zou je denken? Ik weet het niet. Ik heb ook geen idee. Laten we gewoon in ieder geval beginnen met een kant. Ik hoop dat je valt, Hé, een kist. Met een Eye of Ender. Ah. Die pak ik. Ik pak hem nu wel, want anders moeten we dit parcours opnieuw doen. Dat snap ik. Hier kunnen we niet in, volgens mij. Of wel? Even eens kijken. Daar. Wow, dit gaat... Waar gaat het helemaal heen? Het is een... Ah! Hallo! Het is een of andere trap. Oh. Dus we hebben deze Eye of Ender. Ik denk dat we zo meteen er nog meer moeten halen. Dus ook die in het dorp moeten we gewoon ophalen. Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk toch dat we naar die andere kant moeten. Maar dus toch gelijk. Bliksem is Hier zijn we nog niet geweest. Oh, we konden hier ook gewoon omhoog. Bruh, wat is hier? Oh jee, dit voelt als een grote gang. Kisten. Laten we wel eens kijken. Misschien vinden we wat we nodig hebben, inderdaad. Maar hier zit helemaal niks volgens mij. Heb je boven ook even kijken? Ja. Oh jee. Ah, een boekje. Sowieso de hoofd. Oh, 10 Eye of Enders. Drop hier. Ah.
Om deze poort te openen hebben de helden van het heden 10 Eye of Enders nodig. De slechte macht heeft er 4 verstopt in het duistere kasteel. De andere 6 liggen verspreid over de quarters van het rijk. Vind ze en confronteer het kwade. Alleen dan zal de wereld tot vrede komen. PS, je hebt er misschien al een paar gevonden in jullie reis. Ja, dat klopt. Oké, Robin. We moeten er 10 vinden. Heb je er al eentje die je hier kan droppen? Ja. Okay, ja, moeten we ze niet allemaal in één keer? Ja, oké. Okay, laten we ze allemaal dat is leuker. Sowieso hier ook inderdaad, in dit kamertje. Ik heb hem. Ja, heb je hem? Goed zo. Hé, hier zit ook een kist in. Zie je? Maar die kunnen we niet pakken. Echt wel. Gepakt. Gewoon door de lava heen. Oh. Er zit geen glas. Zat er iets in? Ja, een Eye of Ender. Oké, er is nog eentje. Die is hierboven. Ja, die is 100% hierboven. Ja, want we hoeven nog maar eentje in het kasteel te vinden. Oh, wat zijn het veel kamers. Oh, ik heb hem. Waar zat hij? Hier. Oh. Oké, dus we hoeven alleen nog maar 6 door de stad te vinden. Ja. Gaan we dan met Vanessa hier buiten praten? Zullen we dat eerst doen? Dat gaan we eerst doen. Wat lach je nou? Met een map. Wat is er, Vanessa? Oh, au. De bliksem! Hé, hey, waarom ben jij hier? Het is hier kei gevaarlijk. Wel, ik ben hier om deze plek eindelijk eens op kaart te brengen. Het zal de eerste ooit zijn. Ja, maar het is, ja, maar het is hier gevaarlijk. Oh, zeg, sorry, Robin. En zo. Maar het is mijn levensdoel. Het heeft geen zin om verder te leven zonder dit te doen. Oké, okay. Jullie zijn... Die toch ook. Dus laat mij lekker maar mijn ding doen en doe wat jullie lotje brengt. Neem zeker ook een kijkje in naar mijn oh zo mooie kaart. Kom Robin, dat gaan we doen. Sowieso kunnen we hier iets spotten op de kaart, wat we moeten spotten. Er zit daarachter iets, zie je? Ja, zou dat ik zie iets het. Zijn? En er zit bovenop een pad waar we misschien heen moeten. Op het eiland zijn we ook nog niet geweest. Klopt. Oké, dit gaan we doen. Gaan we nu wel opsplitsen of om die Eye of Enders te zoeken? Hé, hey, hier hangt ook een villager. Hallo! Laten we opsplitsen. Ik ga hier gewoon even de schedels bekijken en zo. Ik blijf even in het duistere gebied. Ga jij maar gewoon lekker je ding doen. Oké, nou, ik heb er eentje nu gevonden in het kasteel. Want die hadden we al een paar keer gespot. Dus, nou ga ik verder. Maar, verder naar wat? Ik heb nog geen idee. Ik heb er nog één gevonden, onder het vissershuisje. Ah, nice. Oh, bij de ijsbeer zat er volgens mij nog één. Ja! Ja, dat was inderdaad zo. De ijsbeer had er één. Oké, okay, nou, ik heb er dus 7. Nog 3. Ik heb er één. Hij zat in het water bij het mooie gesprookjesgebied. Oh jee. Oh, dus dan kunnen ze dus echt overal zitten. Oh, dus dan hoeven we er nu nog maar 2. Nog 2, inderdaad. Maar ik heb in ieder geval wel eentje weer. Daar ben ik heel blij mee. Ik denk dat ik er één heb gevonden, Robin. Ik denk het. Maar gaat het ook zo zijn? Zit er eentje onder? Ja, onder de brug in het sneeuwgebied. Oeh, lekker, lekker, lekker. Nog één. Dus we hebben er nu 2. Nou, sowieso in dat paarse gebied. We hebben er 2 in het sneeuw, 2 in de bosgebied. Dus dan moet die 100% die laatste hierin. Waar hebben we hem in het bosgebied dan? Onder het vissershuisje. Onder het vissershuisje en jij zit in het koningshuis ook. Oh ja, in het koningshuis. Ja, klopt. Ja, dus sowieso is er dan nog eentje hier in dit gebied. Maar waar? Ja, als ik deze omhoog ga, dan kan ik wel op zo'n klein eilandje. Dat zou wel Big Brain zijn als die dan hier zit. Oh mijn god, je meent het? Hij zit er echt? Ja, hij zat echt op dit eilandje. Oh my days. Hij zat op zo'n... Ik moest zo'n groen dingetje omhoog klimmen. En toen kon ik daarop landen. En toen zat er een enderaai in. Dus nu heb ik de laatste 3. Het moest ook wel. Oh, wat ben ik blij. Jongens, we hebben zo lang lopen zoeken voor jullie. Is dat gewoon lekker snel doorgeknipt. Maar ik denk legit dat Robin en ik 20 minuten hebben lopen zoeken. Ja, minimaal. Minimaal 20 minuten naar al deze dingen nu. Dat is echt lang. Ben je er klaar voor? Nee. Voor de... Ik ben zo... Wie gaat de duistere heerser zijn? Ik ben zo benieuwd. Jij mag het doen. Komt-ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben je er klaar voor, Robin? Ja. Wie denk jij dat de duistere heerser is? Jij. Hoezo ik? Schiet op. Oké, dan gaat-ie. 3, 2, 1. Ik vind het echt dat zie je in de volgende aflevering. Mitty en Destiny! Ik wist het! Nee! De 2! Ik had altijd al een hekel aan ze. Elke aflevering, jongens. Elke map van de kijker van deze gasten die deze gemaakt hebben. Mitty en Destiny. Zij hebben dus Arthur. Ik snap dan niet waar Arthur was. En ik had al zo een hekel aan Mitty en Destiny. Laten we met ze praten. Gadverdamme. Hoe zijn jullie binnengekomen? Door de deur. Scheer jullie weg. We hebben nog zaken te doen. Toch, Arthur. Laat Arthur met rust. Zit bang in zijn kooi, Arthur. Hé, waarom is hij hier? Hij dacht dat hij de boel hier even zou kunnen overnemen. Zijn plan ging fout. Wel, ons plan niet. Wij zijn hier om jullie te verslaan. Pff. Ha, en hoe gaan jullie dat doen? Met de kracht van vriendschap. Nee, met deze 2 vuisten, jullie vervelende slechte rikken. Oh, ik sta te trillen. Oké, genoeg gekletst. Met jullie sukkels. Ga ergens anders heldje spelen. Robin, ik heb een pijl omhoog. Ik ben zeker dat Bobby zijn 3 snacks zal waarderen. Bobby? Bobby, wie is Bobby?
Drie snacks. Oh, de grond schudt Robin. Oh. Oh. Oké, drie snacks. Dat wat hoor ik? Maar alles kraakt. Alles schudt. Wat is dit? Nog een grond hier. Komt een wat is dit nou? Oh, dat is lava daar beneden. Robin. Nee, dat is geen lava. Jawel. Robin, het gaat fout. Echt niet. Alles dag, goed, Arthur. Nee, Arthur, doe het niet. Ik denk dat wij erin moeten vallen. Ik denk dat wij hier hadden moeten staan. Oh nee. Burn! Oh. Waar zijn we, Robin? Nee. Wat is dit? Is dit Bobby? Versla de draak. Robin, schiet op hem. Gast, het is overal vuur. Oh. 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 Wat gebeurt er? Ah. Oh. Schiet op de draak, schiet op zijn dingen. Schiet op zijn dingen. Schiet de draak dood. Ah. Oh, burn to death, Robin. Ik pak de dingen hier. Ik heb hem geraakt. Oh, ik ga ook dood. Nog één. Ik ga ook dood. Denk ik. Nog één, welke? Ik heb hem. Welke? Ja, we hebben hem. Au, 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 au. Ja, nee, ik ben dood. Nee, ik ben dood. Doei. Ik ben er weer. Einde. Is hij klaar? Hebben we gewonnen? Ah. 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 Was Robin wakker worden. Het was één grote droom. Hoezo? Wat was een droom? Ik was in slaap gevallen. Jongens, we hebben gewonnen! Yeah! Maar Whitney en Destiny zijn ermee weggekomen. In de volgende, ik weet niet of jullie de volgende maken, gaan we Whitney en Destiny ten einde brengen. Ik wist dat. En Arthur moeten we nog redden. Hallo Max en Robin. Dit was onze derde map. Wij hopen dat jullie het leuk vonden. Bekijk zeker het boekje hieronder. We hebben lang aan gewerkt, dus wees maar blij. De kijkers mogen zoals altijd een score achterlaten in de comments. Oh, jongens, laat ik dacht dat we gewoon terug waren, maar we zijn op een nieuwe plek. Ja, jongens, laat alsjeblieft jullie cijfer achter voor deze map. Voor mij krijgt echt weer een 100 miljoen. Ik weet niet wat, het is zo bizar deze map weer. We moesten nog even in het boekje kijken. Hallo, bedankt om te lezen. We wouden laten weten dat hoeveel we ook nog een map zouden willen maken, dat dit niet gaat. We hebben namelijk allemaal school. Jammer, ik weet het. Als je deze map sneller wilt zien uitkomen, blaas dan misschien onze school op. Tot de volgende. We gaan nu weer een schooljaar leiden. Als er nog een map wordt gemaakt, dan gaat dat zeer lang duren. Denk 5 maanden of meer, dus bye. Man, dat maakt me verdrietig. Skip gewoon school, nee, jongens, kom op. Nee, niet doen, nee, niet doen. Nee, nee, niet doen, niet doen. Ja, weet je, dat gaat natuurlijk voor. Een 100 miljoen, ja, school gaat voor. Jongens, maar laat alsjeblieft nu jullie reactie achter met wat jullie van deze map vonden. Ik wil echt een uitgebreid verhaal. Jongens, iedereen moet even een uitgebreid verhaal achterlaten voor deze map. Het was zo ontzettend gaaf. Doeg, en als er nog een map kan komen, dan zien we hem vanzelf al voorbij komen. Ja, en wil je nou ook een map van de kijker maken? Goed, ja. Hier, dit is mijn mail. Hier kan je map van de kijker opsturen. En dan zou ik hem misschien spelen. Kan niks beloven, maar misschien zou ik hem spelen. En dan nu, dank jullie wel voor het kijken deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te abonneren en te liken. Oh, dat zou zo spannend zijn. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk ook een map van de kijker. De vorige van hun, waarin wij uit de gevangenis moesten ontsnappen. En oh, wat vond ik het allemaal eng, jongens. Maar het is een hele leuke video. Kijk het dus even zeker. Nu spreek ik later. Graag wel. Tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer.